Robert van Bokstel, dat is lekker dat jij de komende 3 jaar weet waar je aan toe bent. Ja, dat geeft een heel fijn gevoel en zeker als je nog bij zo'n club als Sparta mag tekenen. Ja. Verrassen je dat je voor 3 jaar komt tekenen? Verrassen niet. Ik had wel hoop natuurlijk erop en uit de onderhandelingen bleek dat het mogelijk was. Dus ja, ik zie veel potentie hier bij Cambuur en ik heb het gevoel dat ik... Sparta, hè? Geen Cambuur meer, hè? Helaas, ik maak even een spraakgebrekje, maar nee, ik zie veel potentie bij Sparta. En ja, ik ben 29, dus ik verwacht niet dat ik over 3 jaar niks meer zou kunnen. Dus wat dat betreft ben ik blij met 3 jaar en Sparta ook. Hoe kijk jij tegen deze club aan? Een club waar vaak wel voor wordt gezegd, mooi shirt, mooi stadion, maar er moet meer zijn. Ja, niet alleen dat natuurlijk. Ten eerste kom ik uit het Westen. Wel geteld in de buurt van Schiphol, maar niet uit de buurt van Rotterdam. Maar het was tijd om weer een keer in mijn eigen omgeving te gaan voetballen. Daarbij ja, natuurlijk de ambities en de mogelijkheden van de club. En ja, als je hier binnenkomt, dan heb je het gevoel van, ja, dat je echt een profvoetballer bent en dat je een mooi bestaan hebt. En dat zijn de dingen die mij zeker over de streep getrokken hebben. Toch, je komt uit het Westen. Cambuur heb je gespeeld, PSV heb je gespeeld. Je hebt Nederland wel gezien qua clubs, hè? MVV? Ja. Nee, inderdaad. Ik heb denk ik alle uithoeken onderhand wel gezien. Dus wat ik zeg, het was voor mij dubbel zo mooi. Omdat het en een mooie stap is op voetbalgebied. En het fijne ervan is dat ik weer in de omgeving kan wonen waar ik vandaan kom. Je bent centrale verdediger. Wist jij toen je tekende dat Jeroen Veldmaat zou gaan vertrekken? Nou, dat is de reden waarom Sparta mij benaderd heeft. Ja, ze belden mij op een vakantie waarbij ze aangaven dat de kans groot was dat Jeroen Veldmaat zou vertrekken en dat ik nummer 1 was op hun lijstje, dus direct wilde handelen. Vanaf dat moment ja, zijn we constant in contact gebleven en hebben alles al op papier gezet. En van de week is Jeroen vertrokken en ja, was het mijn beurt. Jeroen Veldmaat, vaste waarde centraal achterin, aanvoerder. Dat zijn nogal big shoes to fill, zeggen ze in het Engels. Nee, inderdaad. Het is niet zomaar een positie die ik moet invullen. Tuurlijk, hij was aanvoerder, wil niet zeggen dat die rol voor mij weggelegd is. Maar ja, ik denk dat ik de positie links centraal heel goed kan invullen. En niet voor niks dat Sparta zo snel gehandeld heeft en bij mij terecht is gekomen, denk ik. En ook voor u de 64.000 euro vragen. U moet promoveren, gaat dat lukken? Dat is een van de redenen waarom ik deze kant op gekomen ben. En ik denk als je kijkt met welke jongens Sparta binnengehaald heb en de jongens die er nog staan, denk ik dat we zeker... Ja, zo niet de beste, in ieder geval een van de betere selecties hebben. Dus ja, wat mij betreft zeg ik ja. Succes. Dankjewel.